Dus de vraag is, wordt het vrijheid of tirannie? En ik kan er nog bij maken... een renaissance van het Westen of juist ondergang. Voilà, we hebben ze. 009633. Hoofdstuk 54. Het huwende meisje. Boven Chin het opwindende, de donder. Beneden twee, het blijmoedige, het meer. Boven is Chin, de oudste zoon. Onder twee, de jongste dochter. De man gaat voorop, het meisje volgt hem verheugd. Hier wordt de intrede van het meisje in het huis van de man geschilderd. Er zijn in het geheel vier tekens die over echtelijke verhoudingen handelen. Nummer 31, Xian de inwerking, schildert aantrekking die een jong paar onderling uitoefent. Bij nummer 32, Ging de duurzaamheid, is het de duurzame verhouding in het huwelijk. Nummer 43, Chen de ontwikkeling, beschrijft het omslachtig ceremonieel dat bij de voltrekking van een correct huwelijk te pas komt. Kwei Mei, het huwende meisje, tenslotte, schetst een oudere man en een jong meisje dat hen volgt om met hen te trouwen. Opmerking, in China heerst formeel de monogamie. Elke man heeft slechts één officiële vrouw. Deze verbintenis die minder de beide huwelijkspartners dan hun families aangaat, wordt onder strikte inachtneming der vormen gesloten. Doch de man houdt het recht ook aan zijn persoonlijke neigingen gevolg te geven. Ja, het is zelfs de schoonste plicht van een goede echtgenote hem daarbij behulpzaam te zijn. Op deze wijze krijgt hun verhouding iets moois en een intrede en opens. Het meisje dat overeenkomstig de keus van de man haar intrede in de familie doet, neemt bescheiden haar plaats in de onder de huisvrouw als een jongere zuster. Natuurlijk gaat het hier om zeer precaire en tere vragen, die van de kant van alle partijen veel tact vragen. Doch als de omstandigheden meewerken, vindt men hier de oplossing van een probleem, waar de Europese cultuur geen weg mee weet. Ja, zie wel. Het spreekt vanzelf dat de Chinese vrouw in het algemeen evenmin aan het ideaal beantwoordt als het gemiddelde Europese huwelijk het Europese huwelijksideaal nabij komt. Het oordeel. Het huwende meisje ondernemingen brengen heil, onheil. Ondernemingen brengen onheil, niets dat bevorderlijk is. Een meisje dat in familie wordt opgenomen zonder hoofdvrouw te zijn, moet zich heel voorzichtig en ingetogen gedragen. Zij mag
uit zichzelf geen enkele poging in het werk stellen om de vrouw des huizes te verdringen. Dat zou maar wanorde scheppen en men zou in een onhoudbare toestand geraken. Dit is van toepassing op alle vrije omgang tussen de mensen onderling. Terwijl bij de wettelijk geregelde verhoudingen een vaste samenhang tussen plichten en rechten bestaat, berust de duur van de op genegenheid gebaseerde verhoudingen uitsluitend op tactvolle reserve. De toegenegenheid als grondslag der verhoudingen is van essentieel belang bij elke vereniging, want uit de vereniging van de hemel en aarde komt de gehele natuur voort en evenzo is onder de mensen de spontane genegenheid uit het alomvattende principe der vereniging. Dus we hebben een 6 op de derde plaats en een 9 op de vierde plaats. Een 6 op de derde plaats betekent het huwende meisje als slavin. Ze trouwt als concubine. Een meisje dat zich in de onaanzienlijke positie bevindt en geen man krijgt, kan in bepaalde omstandigheden nog onderdak komen als concubine. De bedoeling is dat men als te zeer haakt naar geneugten die men zich langs normale weg niet kan verschaffen. Zo geraakt men in een situatie die eigenlijk niet geheel strookt met het gevoel van eigenwaarde. Er wordt hier nog een oordeel, nog een waarschuwing aan toegevoegd. De gegevens worden alleen als zodanig verstrekt, zodat ieder voor zichzelf er een les kan uitputten. Een 9 op de vierde plaats betekent: het huwelende meisje laat haar tijd voorbij gaan. Een laat huwelijk komt op zijn tijd. Het meisje is heel goed. Het wil zich niet weggooien en laat daardoor de gebruikelijke tijd voor een huwelijk voorbij gaan. Dat hindert echter niets. Ze wordt voor haar reinheid beloond en vindt tenslotte, zij het ook laat, toch nog de voor haar bestemde echtgenoot. Ja, trekt uw eigen conclusies en kijk nog een keer terug en je haalt er telkens iets nieuws uit, zou ik zeggen. Wat zou ik zeggen? Doe niks of doe iets. Maar de I Ching weet het toch niet volgens mij.